Hoi, ik heb vandaag een korte shoplog voor jullie dit keer. Ik ben naar een aantal winkels geweest, dus over een langere tijd. Maar ik heb gewoon niet heel veel gekocht de laatste tijd. Maar het zijn toch wel een paar dingen die ik, die ik graag aan jullie wil laten zien. Dus laten we gaan beginnen. In Den Haag had je de opening van het Nieuw Babylon. Dat is een nieuw winkelcentrum in Den Haag. En ja, bij die opening waren er hele goede acties die week. Dus ik kon het niet laten om wat mee te nemen. Het eerste dat ik heb gekocht is een rugzak. Normaal draag ik altijd een schoudertas naar mijn school, naar mijn stage, naar alles. En ook als ik een weekendje wegga. Maar het wordt soms zo zwaar en dan heb ik zo'n last van mijn schouder aan het eind van de dag. Dus vandaar dacht ik, het is gewoon even tijd voor een leuke rugzak. Die ik gewoon lekker helemaal vol kan proppen en dat het gewicht een beetje goed verdeeld wordt. En ik heb gekozen voor deze rugzak. Hij is van Converse en ik vind hem zo leuk. Hij is dus grijs met wit. En ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is ook niet heel groot, zeg maar. Ik ben zelf ook niet heel groot, dus dat komt wel goed uit. Je had hem ook nog een maat groter, maar ik ben gewoon lekker voor deze gegaan. En, ja, die heb ik dan al een aantal keer omgehad. En hij zit gewoon echt super fijn. En ja, dit was een hele goede koop geweest. En deze heb ik in de aanbieding gekocht voor 30 euro. Normaal is die geloof ik 40 euro. Ik was laatst bij mijn vriend en toen hadden we die avond een verjaardag. Alleen ik had nog een kort broekje aan, want het was toen nog best wel lekker weer. En ja, ik had geen zin om terug naar huis te gaan. En ik vond het ook wel tijd worden voor een leuke nieuwe broek. Dus vandaar dat ik heb gekozen om een nieuwe broek te kopen. En dat is deze broek geworden. Dus deze grijze broek met gaten erin. Hij is lang en hij is skinny. En hij zit super fijn. En ik zal hem even voor jullie aantrekken. Dan kunnen jullie nu het resultaat zien. Nou, dat was mijn broek. Ik hoop dat jullie hem mooi vonden. Ik heb hem gekocht bij de Vero Moda voor 40 euro. En deze kan in de winter trouwens ook prima. Als je er gewoon een panty onder doet, is het hier ook gewoon lekker warm. Dus dat is de broek. En dan nog iets wat ik bij de opening van het Nieuw Babylon heb gekocht. Oké, eigenlijk niet bij de opening, want ik was er en toen wist ik niet zeker of ik het wou kopen. En toen ben ik op de laatste dag van de actie ben ik alsnog teruggegaan om het te halen. Ik heb het gekocht bij de ACO. Dat is een boekenwinkel daar. En ik heb gekocht 2 Moleskine boekjes. En ik vind ze zo fijn. Ik heb daar een agenda van dit jaar voor het eerst. En ik kan zoveel opschrijven. Ik kan zoveel kwijt. En het schrijft gewoon echt heel erg fijn. En het ziet er ook hartstikke mooi en strak uit. Dus vandaar dat ik het ook wel tijd vond voor een paar notitieboekjes van Moleskine. Ik ben gewoon gegaan voor de simpele zwarte. Dit is de hardcover. En dit is de zachtcover. Ik kon nou niet precies bedenken of ik nou hard of zacht wou. Want mijn agenda is hard. Maar ik heb het idee dat zacht iets lekkerder schrijft. Dat dat makkelijker om te buigen is en zo. Maar dit is weer handiger voor je tas. Dus ik ga een beetje uitproberen wat ik het fijnste vind. Dus deze 2. Normaal is een Moleskine boekje 15,90 euro. En dit keer was het 1 plus 1 gratis. Dus ik heb deze 2 boekjes heb ik gewoon allebei voor 16 euro kunnen kopen. Nou, echt een koopje. Gewoon, nu was dus per boekje maar 8 euro. En dat vind je niet snel van dit merk. Dus daar ben ik erg blij mee. En dan gaan we nu door naar mijn spulletjes van de Kruidvat. Ik heb niet heel veel gekocht. Ik heb nog 2 nagellakjes die ik heb gekocht tijdens het nagellakfestival van 1 plus 1 gratis. En ik heb iets gekocht van Essence wat ik al een langere tijd wil hebben, maar wat de hele tijd uitverkocht was. Dat is namelijk deze lipbalm. En dit is in de smaak apple pie, dus in de smaak appeltaart. En ik was hier echt best wel benieuwd naar, omdat ik wilde weten of het echt die smaak afgaf. Maar elke keer was deze smaak net uitverkocht bij ons. Dus vandaar dat ik, toen ik hem zag liggen, moest ik hem natuurlijk wel meenemen.
En inderdaad, hij smaakt en ruikt echt naar appeltaart. Dus ik vind hem heel erg fijn. En dan de twee lakjes die ik heb gekocht. Dat zijn deze twee. Allebei van Catrice. En allereerst stond ik met deze in mijn handen. Dat is met zwarte glitters eigenlijk. Hele chunky glitters. En die heet I'm Dynamite. En deze vond ik echt prachtig. Echt zo'n zeemerminnen kleurtje. Heel mooi. En deze heet Mermaid My Day. Dus inderdaad een zeemermin. En deze twee heb ik dus gekocht voor 3 euro voor twee stuks. En normaal is het 1 euro voor 3 euro. Normaal is het 1 stuk voor 3 euro. En ik voelde net nog iets wat ik helemaal vergeten was. Dat is deze eyeliner van Catrice. Dit is hem. De Liquid Liner. En ik geloof dat ik hem in waterproof. Ja, waterproof. En die vind ik echt zo fijn. Normaal gebruik ik altijd een eyeliner van Rimmel. Maar die is toch wel redelijk aan de prijs. Die is zo'n 6 à 7 euro. En deze is iets van 3 euro. En doet zijn werk eigenlijk bijna even goed. Hij blijft iets minder lang zitten. Maar verder vind ik hem echt fantastisch. Dus dat is deze eyeliner van Catrice. Echt een topper. Als je nog een goede eyeliner zoekt, dan weet je waar je moet zijn. En dat was het alweer. Het is niet heel veel deze keer. Ik weet dat ik vroeger echt ellenlange shoplogs maakte. Maar ik hou het dit keer even kort. En ik denk het volgende filmpje dat jullie zien zal het filmpje zijn met mijn verjaardagscadeautjes. Of weer een nieuw kookfilmpje. Of nog een tag. Ik weet het nog niet helemaal. Ik heb genoeg inspiratie in ieder geval. Dus ik zie jullie snel weer. Doei!